Vandaag ben ik in Vassenveld en praat ik met Wim Dondergoor. Goedemiddag Wim. Goedemiddag. Wim, je staat hier bij een gele machine en je gaat een demonstratie geven van wat precies? We gaan een demonstratie geven van versnipperen van hout. Struiken, takken, als je in een tuin een boom gezaagd hebt en je wilt die dingen kwijt, dan kun je dat versnipperen en over je paadje brengen. Oké. Deze versnipperaar, het voordeel ervan is dat hij verrijdbaar is. Hij is vrij smal, 76 centimeter breed. Mm-hmm. Hij kan dus bijna door elk poortje. En toch heeft hij een ongekende capaciteit, omdat er een 18 pk motor op gemonteerd zit. En het invoerkanaal, daarom hebben we deze gekocht voor de verhuur, die is 40 centimeter breed. Dus je hoeft niet elke zijtak hoef je eraf te zagen. Nee. En we hebben hier best wel een dikke tak liggen, hè? Ja, ik heb een tak maar even gezaagd van een centimeter of 9 à 10 ongeveer, dacht ik. Mm-hmm. En die moet hij ongeveer ook kunnen. Meestal wordt dat toch voor brandhout gebruikt, maar ja. Ik laat even zien dat hij dat kan. Oké. Okay. Hij is elektrisch startend, dus niks, geen geslinger. Kan niet maken. Oké. Okay. En dat, hoe noemen ze dit dan wat eruit komt? Nou, dit zijn snippers. Snippers. Ja. Oké. Okay. Die kunnen zelfs als ze zo schoon zijn, kunnen ze ook voor de energiemarkt gebruikt worden. Uh-huh. Maar dan moet je wel minimaal 40 ton hebben. Ja. Dus de versnipperaar is makkelijk te vervoeren. Het is mobiel. Er zitten wieltjes onder. Ja. De motor staat elektrisch. Ja. En we kunnen dit opklappen, dat je compacte ruimte hebt. Maar dat is voor mezelf van belang. Die moet ook op een aanhanger getransporteerd worden. Dus. Oké. Okay. Nou, bedankt voor de uitleg, Wim.